En op een vrijdagmiddag ga ik jullie meenemen in mijn verhaal. Het is niet altijd makkelijk, dus ik heb bij de uitnodigingslijst gezien wie na mij komt. Ben ik er blij mee, want een beetje vrolijkheid op zo'n vrijdagmiddag kunnen we het wel gebruiken. In mijn leven ben ik steeds opnieuw begonnen. Iedere keer vanuit een andere positie. In al die nieuwe starts heb ik veel mensen ontmoet. Mensen leren kennen die mij verder hebben gebracht. Het was soms gedwongen. Het was soms pijnlijk. Een breuk in mijn leven. Maar andere keer een bevrijding. Het feit dat ik hier sta, het feit dat ik opnieuw moet beginnen en had moeten beginnen, wil niet zeggen dat ik mijn ervaringen niet meedraag. Integendeel, dat heeft gemaakt wie ik ben en waar ik nu sta. Ik ben geboren in 1964 in Iran. Ik heb daar ook tot begin jaren 90 gewoond. Ik ben geboren in een beschermd gezin met een werkende feministische moeder, hardwerkende ondernemende vader, twee zusters en ik ben zelf, als het gaat goed doen, maar dat doet hij niet, ja, rechts, maar de middelste van drie meiden. Gezien, familie is in Iran een hele belangrijke. Een groot deel van mijn sociale leven en netwerk bestond vanuit familie. Maar het veranderde veel. Toen ik een jaar of 15 was, er zit een jonge generatie in de zaal, dus ik moet jullie af en toe ook wat vertellen over de gebeurtenissen in Iran. Maar in 1978, het was een omwenteling. En een revolutie die het eigenlijk heeft gezorgd dat de Shah werd afgezet ten gunste van Khomeini. Dus die uiteindelijk resulteerde in de Islamitische Republiek. Dat is de huidige regime die nu nog steeds aan de macht is. Alleen Khomeini is overleden. Een omwenteling die mijn oren en ogen deden openen. Ik heb net gezegd van een beschermd gezin. Nou, eigenlijk weet je niet zoveel van de wereld. En dan komt een revolutie. Een korte schets geven over wat het allemaal inhoudt. Alhoewel wij vanuit de politieke laatste ontwikkelingen vanuit de Arabische lente kunnen een voorstelling doen. Mensen gaan allemaal op straat, jongeren proberen het wel en heftige meningsuitwisselingen doen over vrijheid van mening. Wat wij eigenlijk in Iran niet gewend waren. Verboden boeken delen en zomaar ontstond in een hele onrustige en rumoerige straatbeeld. Shah besloot de scholen tijdelijk te sluiten om de bewegingen te verhinderen. Vergeefs. De scholen gingen dicht. Ik kwam thuis zitten met mijn neus in de boeken. Alleen niet meer in leerboeken. Deze keer in verboden boeken. Ik weet niet of nee. Dat is nog te vroeg. Hou ik het even voor. Het zal eigenlijk na de revolutie zeg maar een verkiezing komen. Een verkiezing is niet gekomen. Islamitische Republiek ja of nee. Dat was eigenlijk wat Khomeini heeft gezegd. Progressieve partijen die hebben daar bezwaar tegen gemaakt. En dat maakte dat ze onwettig zijn verklaard. In die tijd kunnen jullie voorstellen, dus gebrek aan vrijheid, nooit vrijheid geweest. Een hele prille vorm van vrijheid, waar we allemaal hebben gesnuffeld van wat het al eigenlijk inhoudt, dan zie je het wel een totale klimaatverandering. De progressieve partijen zijn onwettig verklaard. Iedereen die daarmee heeft actief iets gedaan, die zijn gewoon voor de dood verklaard of werden vervolgd of moesten zich opgeven.
voor de Islamitische Republiek om het wel een ander traject aan te gaan. Ik was een jaar of 17 en ik was inderdaad betrokken bij een politieke progressieve partij. En ik ben opgepakt. Ik heb anderhalf jaar van mijn leven in de gevangenis gezeten, van mijn jonge jaren. Ook over de gevangenis heeft misschien iedereen een voorstelling, maar ik doe het wel even een korte schets, dat de beeld niet is met de gevangenissen die wij hier in Nederland kennen. Het zijn politieke gevangenissen en daar word je het wel met een groep mensen opgesloten. Ik hoef niet te veel woorden aan te wijden, maar ik geef een anekdote die het wel nog steeds bij mij hetzelfde gevoelens en emoties kunnen oproepen als ik eraan denk. Het is nacht en ik hoor de gevangenismedewerkers langskomen. Wat er vooraf gaat is dat wij allemaal met angst, uitzichtloos en hoop gezamenlijk eenzaam opgesloten zijn in een vochtige, dat is niet zo relevant, een kleine ruimte. Elke gebeurtenis buiten, wat het wel ons kan een hoop geven, heeft weer zijn prijs in de gevangenis. Gevangenismedewerker komt en roept één naam, blinddoek om, chador om en loopt mee. Ik hoef niet het hele verhaal te vertellen om jullie te vertellen dat dit een einde is van een jong leven. En zo ging heel vaak door. En een einde van een jong leven, einde van een angst en hoop tegelijk. En mensen die voor mij naam en gezicht hebben. Zo is het gegaan. Daarna heb ik inderdaad, na anderhalf jaar, ben ik vrijgelaten. Een vrijlating was niet zomaar zonder enige voorwaarden, om jullie de details te besparen, want in de 20 minuten kan ik het toch maar niet in dit dikke boek aan jullie vertellen, is eigenlijk strategische redenen. Ben ik getrouwd, heb ik 2 kinderen gekregen en heb ik me eigenlijk bij neergelegd en heb ik geleefd zoals het had moeten doen. Maar belangrijker was nog, ik mocht niet studeren, ik mocht niet naar de universiteit, ik kon niet werken. Dus alle hopen, wensen, dromen, talenten, voor zover dat ik had, moest opgraven. Dan kom ik inderdaad het volgende fase van mijn leven. Als ik naar deze foto kijk, dan doet me denken aan het periode. Ik zit thuis. Buiten het regent het, het is donker. Ik voel me boos. Ik ben verontwaardigd en dat had ik getoond. En dat heeft mij een verbod gekost. Ik kon niet studeren, ik kon niet werken. Wat rest is mij gooien op de liefde. Ik hou zoveel van mijn kinderen, van mijn man, van mijn omgeving, maar ik moest al mijn talenten begraven. Dan komt mijn man thuis. Trouwens, het is echt zo dat mijn kind, de ene kind speelde en die andere kind was ziek. Die had koorts. Dat kan ik nooit vergeten. Ik kijk hem om, ik voel me boos, omdat het gewoon de hele wereld voor mij op dat moment onrechtvaardig was. En ik kijk naar hem en ik schrik. Hij was cameraman, filmer, zoals we het toen noemden. En hij heeft geprobeerd om de filmen naar buiten te brengen, dit eigenlijk de Iraanse regime niet accepteert. Dan is het wel duidelijk, wij nemen afscheid. Hij vlucht en ik ga een volgende hoofdstuk van mijn leven in.
Met al de beperkingen die het leven voor mij had. Niet kunnen studeren, niet kunnen werken, financieel onafhankelijk zijn. Maar ook wekelijkse meldingen, et cetera, was het leven dan niet meer houdbaar. Ik dacht, is een weg, is een uitweg. Ik besluit te vluchten. Het klinkt heel naar, maar ik besluit te vluchten. Een zeer moeilijke besluit. Een gevaarlijke onderneming. Jongvrouw met 2 kinderen. Het is zo gevaarlijk dat je eigenlijk alle plannen goed moet doornemen. Sterker nog, soms niet aan je naaste geliefde kunnen vertellen dat je gaat vluchten. Na enkelingen na heb ik aan niemand kunnen vertellen. Als gevolg heb ik geen afscheid van mijn vader kunnen nemen. Tot de dag van vandaag niet. Een jaar later vlucht ik samen met mijn 2 kinderen en ik kom in Nederland. En hier dacht ik direct, hier kan. Ik wil gewoon me verder ontwikkelen. Ik wil hier iets voor mezelf betekenen, maar ook zeker voor de samenleving. Ik wil mijn talenten weer opgraven en ik wil het daar iets moois van maken. Dat heb ik gedaan. Heel kort in het asielzoekerscentrum, op mijn eigen kracht, de taal geleerd. Ik heb ook heel duidelijk en bewust gekozen op mijn eigen verhaal en asiel aanvragen en niet op basis van het verhaal van mijn asielverhaal van mijn partner. Na een korte periode van asielzoekerscentrum zijn wij naar Broemen gegaan, een kleine gemeenschap met veel warmte ontvangen. En ik dacht, nou oké, tijd om me verder te ontwikkelen. Toen ben ik eigenlijk opleiding volgen. Eerst dacht ik criminologie, psychologie, dat wil ik heel graag worden. Maar ja, ik was toen 27 toen ik in Nederland kwam met een taalachterstand. Is mij afgeraden om een universitaire opleiding te volgen. Dus ik deed gewoon, het is ook toch een opgave als je wel pas hier bent. Maatschappelijke dienstverlening op hbo-niveau. Maar ja, goed, toen heb ik me aangemeld voor de hogeschool. Dan was het gewoon niet mogelijk. Want het kwam heel veel om de hoek kijken en ik moest gewoon ook betalen. Vluchtelingenwerk adviseerde mij om mij aan te melden bij een stichting waar ik nu als directeur werk, UAF. En een studiebeurs aanvragen. Dat heb ik gedaan. En dat was de eerste visitekaartje naar vrijheid. Onafhankelijkheid. Ik kreeg een positieve reactie. En het was een lot uit de loterij. Heeft een totaal andere wending gegeven aan mijn loopbaan en aan mijn carrière. Daarna heb ik, dat is eigenlijk het nieuwe begin wat hier. En dat is Iran, Koninginnedag geloof ik. Mijn kinderen hebben het voor eerst met de tocht even meegelopen. Dus daar staan ze helemaal daar. Dat is het wel, de foto's van onze eerste periode. Nou, toen heb ik mijn opleiding gedaan en ben ik in Almere gaan wonen. Het ging ook allemaal een beetje samen. En heb ik bij verschillende organisaties gewerkt, van jeugdzorg tot reclassering, gemeenteraadslid Almere geweest. En dan Erfgoed Nederland. Heel kort in de uitvoering, maar daarna heel snel naar leidinggevende functie. En daar wil ik jullie even meenemen van waarom een iemand dit wel van een ander land komt, wat we allemaal denken, heeft ons toch even niks te vertellen, dat het wel in een leidinggevende functie terecht ben gekomen. Ik heb hier nog oude collega's die in de zaal zitten en die zouden het, hoop ik, nog steeds herkennen. Doordat je het wel nieuw bent in Nederland, valt heel veel vanzelfsprekendheid weg. Je begint blanco. Dus je weet gewoon helemaal niet te oordelen. Hoe je dat doet, is door, althans heb ik ervoor gekozen, om te luisteren en oprecht vragen stellen. Door die manier is het bij mij een soort ruimte ontstaan. Een soort ruimte die mij heeft geholpen om te bevrijden. Vrij van waardeoordeel. Dat gevoel heb ik het nooit losgelaten. Vanuit deze invalshoek ben ik op zoek gegaan naar verbinding. Verbinding van beïnvloeden, maar vanuit de vrijheid. En dat is mijn motto. Daar heb ik ook jaren geleden scripties over geschreven. En vandaag sta ik hier.
mensen helpen om hun dromen te verwezenlijken die ze niet hebben het kunnen verwezenlijken in de context waar ze vandaan komen. Het is niet vanzelfsprekend voor iedereen om ambities te verwezenlijken. En daarom wil ik me inzetten voor mensen die daar niet de kans hebben gehad, maar wel de talenten. Om ze te helpen om hier hun talenten te verwezenlijken, om zich verder te ontwikkelen. Om te leren naast het zorgen voor hun liefde ook van betekenis kunnen zijn voor de samenleving. Voor de burgers, medeburgers, maar ook voor een vreedzame wereld. Dat is mijn missie en daarom sta ik vandaag jullie hier te vertellen over mijn verleden. Wat ik er ook eigenlijk wil zeggen, dat deze mensen dragen emotionele waarde bij zich. Ze zijn geen zielige mensen, dat geldt ook voor mij. Alles wat jij hebt meegekregen maakt dat je bent wie je bent. Alleen ik hoop dat we met z'n allen weten daar op een goede manier te gebruiken en naar te kijken, zodat we een prachtige samenleving hebben van allerlei kleuren en geuren. Dank je wel voor jullie aandacht.